Er is al een bedrag ook bekend voor armoedegrens. Het advies is bekend. Het is 3.097 per voor één persoon. Eén volwassene. Dus dat is ook al bekend. Het advies van Loonraad is ook al bekend. We gaan binnenkort uitkomen met het advies. Dus als u ons nog een weekje de tijd geeft. Advies Loonraad en vakbeweging. Kijk, het is altijd belangrijk om in dialoog te gaan. Het heeft geen zin dat wij iets bekendmaken en de samenleving of de vakbeweging is het niet mee eens. We hebben een berekening gemaakt volgens de formule die er is geweest de afgelopen periode. Dat is gebruikt de afgelopen periode. Wij hebben afgesproken met de vakbeweging dat we voor deze periode die 1549 handhaven. En dat wij als ministerie van Arbeid, de loonraad, de raad is nu, de zittingsperiode was verstreken. Ik heb hem verlengd met de instructies dat we gaan kijken naar een nieuwe loonronde binnen tot december. Dus dat we dit aanhouden tot december, maar dat we een nieuwe formule dat we gaan evalueren. Is het de juiste formule die we gebruiken? We gaan de samenwerking met de vakbeweging aan, dat we samen die berekening doen. Ze zijn ook in de loonraad. Dus er zijn twee vertegenwoordigers van de vakbeweging in de loonraad. Ze hebben meegewerkt aan het advies. Alleen zijn ze nu op dit moment niet eens. Maar de communicatie is er en we gaan ervoor zorgen dat we op één lijn zijn en dat wij binnen, in feite moeten we elk jaar een andere loonadvies hebben, een minimumuurloon hebben. Dus, en dat, daar gaat het ministerie naar werken. We gaan weer een loonronde hebben, zodat wij eind of begin 2023 een nieuwe minimumuurloon hebben. Ten aanzien van minimumuurloon, controle op de particuliere sector, ja, we doen zoveel als mogelijk die controle. Ik moet u zeggen dat wij bij, u zegt elke keer weer, zeggen we moeten niet terugkijken. Maar als we niet terugkijken, dan kunnen we ook niet vertellen waarom we niet helemaal kunnen controleren. We hebben zoveel als mogelijk geprobeerd die controle uit te voeren. Ook u zult in de media hebben gelezen hoeveel bedrijven we tijdens COVID hebben gesloten of die zich niet hebben gehouden aan de regels. Het is niet om bedrijven onaangenaam te zijn, maar er gelden, er zijn wetten en regels waarbij de bedrijven zich moeten houden. We doen zoveel als mogelijk controle en ja, als zij die de minimumuurloon niet betalen, worden ze daarop afgerekend, als het ware. Dus we hebben dan straffen ervoor. We hebben boetes ervoor. Geldt het minimumuurloon voor elke sector? Ja, dat geldt voor elke sector.